onder andere Bluff, Ronnie Flex, zanger Kafke, rapper Donnie, koning Toto. Ja, belooft zeer groot feest te worden. De Soos in Almkerk bestaat 50 jaar en dat gaat groots gevierd worden. De Soos Almkerk, Stichting Jeugdwerk Almkerk, bestaan we 50 jaar. Dat betekent eigenlijk dat we al 50 jaar lang voor heel de regio hier in de buurt met jongeren ook uit de omgeving eigenlijk dingen organiseren. En daarvoor is er in de polder bij Almkerk een grote festivaltent opgebouwd. Zoals je ziet hierachter zijn we al bezig met het opbouwen van een mooi festival. Benederpop 2019. En dat is eigenlijk de derde editie van dit festival. Bij het 25-jarig jubileum van de stichting en het 40-jarig jubileum is het ook gevierd. En nu bij 50 jaar vieren we dat opnieuw. We zijn al meer dan een jaar bezig met de organisatie van dit festival. Met een kerngroep van 6-7 vrijwilligers. Maar daaromheen zijn al heel veel meer mensen betrokken. Dus al met al zijn er heel veel vrijwilligers al bij betrokken. Maar ook in de opbouwweek, zoals je ziet, zijn we zaterdag begonnen. Gisteren begonnen met het opbouwen van de tent, waar ook heel veel vrijwilligers bij zijn komen helpen. En op de dag zelf ook verwachten we eigenlijk heel veel oud-vrijwilligers van de stichting of mensen die daar dichtbij staan, die ons komen helpen vandaag. Dus op de dag zelf verwachten we volgens mij met zo'n 200 vrijwilligers te zijn hier om dit allemaal mogelijk te maken. Dus dat is wel... Ja, er komt een hoop bij kijken inderdaad. Hoeveel bezoekers verwachten jullie? Nou, we hebben nu al ruim 4600 kaarten verkocht. En we mikken eigenlijk op de 5000. Maar met dit mooie weer zien we eigenlijk dat er ook de kaartverkoop eigenlijk nog wel heel hard gaat deze week. Dus er zijn nog zo'n 350 kaartjes te koop. Dus die verhopen we natuurlijk wel uit te verkopen, waarmee we op 5000 bezoekers op de dag zullen komen. Kaarten zijn te koop op www.benederpop.nl.